NRC leest een postume roman van Vladimir Nabokov. The Original of Laura, of zoals het in de Nederlandse vertaling van Rien Verhoef heet, Het Origineel van Laura. En dat is een boek waar heel veel over te doen is geweest. De kranten hebben er vol mee gestaan. En dat was niet voor niks. Het is een boek dat bestaat uit 138 systeemkaartjes. Door de grote meester zelf volgeschreven. En die 138 systeemkaartjes hebben 30 jaar lang in een bankkluis in waar anders Zwitserland gelegen. Nabokov had bij zijn dood bepaald dat deze kaartjes, waarop het aanzet voor een nieuwe roman stond, vernietigd moesten worden. Zijn vrouw weigerde dit bevel uit te voeren, maar durfde ze ook niet uit te geven. En het is uiteindelijk zijn zoon Dimitri geweest die ervoor heeft gekozen om het boek, het onaffe boek van zijn vader, aan de wereld prijs te geven. Waarom is er zoveel over te doen? Nou, in de eerste plaats omdat Nabokov geldt als een van de grootste stylisten uit de 20e eeuwse literatuur. Daarnaast was hij ook nog eens iemand die eigenlijk een pionier is van de postmoderne roman. Die spelletjes met de lezer speelde, spelletjes met de literatuur. En natuurlijk is Nabokov ook de schrijver van Lolita, een van de controversieelste boeken uit de wereldliteratuur. En laat Lolita nou een klein beetje lijken op The Original of Laura. Tenminste, er zit in The Original of Laura ook een jong meisje dat er jongensachtig uitziet en dat een femme fatale is. Waar gaat The Original of Laura, of zoals de fans het inmiddels al noemen, Tool dan eigenlijk over? Het gaat over een oude, dikke man die een klein beetje het leven moe is en die een jonge vrouw heeft. Een meisje genaamd Flora. En zij zal opduiken als Laura in een roman die is geschreven door haar ex-minnaar. Volgt u het nog een beetje? Het is ingewikkeld en het wordt er ook niet duidelijker op, omdat Nabokov het boek natuurlijk niet heeft afgemaakt. Het is nog steeds een verzameling van kaartjes. Het begint met een paar coherente hoofdstukken en daarna krijg je eigenlijk aanzetten, aantekeningen, lijstjes met namen, lijstjes met woorden, want Nabokov was een speler met taal. Hij was er dol op. Er staan dan ook wel wat mooie zinnen in dit postume werk van Nabokov. Veel meer is er niet te zeggen over de bijkomstige, maar niet onaantrekkelijke Mr. Hubert H. Hubert, schrijft Nabokov. Hij verbleef nog een gelukkig jaar in dat knusse huis en overleed na een zakendiner aan een beroerte in een hotellift. Die omhoog ging, mogen we hopen. Tool is fantastisch uitgegeven. Wat zowel de Amerikaanse uitgever als de Nederlandse uitgever heeft gedaan, is om die kaartjes allemaal in dat boek te zetten. En dat niet alleen. Die kaartjes zijn uitdrukbaar. Ze zijn geperforeerd. Je kunt ze er dus zelf uithalen en ze vervolgens in de juiste volgorde leggen. De volgorde is nu bepaald door Dimitri, maar het kan helemaal geen kwaad om die kaartjes eens lekker door elkaar te husselen. Want, ik zei het al, dit is een onaf boek. En je kunt je zelfs afvragen of het wel een goede beslissing is geweest om dit boek überhaupt uit te geven. Het is geen boek en je gaat toch echt denken dat Dimitri Nabokov geld nodig had. Er zijn heel wat mensen die geld kunnen verdienen met zo'n bijzonder laatste boek van Nabokov. Maar het blijft eigenlijk een staaltje van lijkpikkerij. Had dit boek toch maar gewoon in die lagen laten, zou ik willen zeggen tegen Dimitri Nabokov. Had er mee gedaan wat Nabokov zelf op de laatste pagina, zijn laatste kaartje in dit boek, zei. En ik lees dat voor in de vertaling. Uitwissen, weghalen, verwijderen, teniet doen, wegvagen, vernietigen, uitvlakken.